dat je weer kijkt naar Coke Island. Ik ben Esmeralda, maar dat weten jullie al lang. Ik zou zeggen, nog de beste wensen voor 2020 en dat alle mooie dromen uit mogen komen. Nou, wat gaan we in deze eerste vlog van dit nieuwe jaar maken? Nou, ik ga het jullie vertellen. Ik ga wraps maken, maar niet hoe je het kant-en-klaar hebt. De wraps, maar de pannenkoek van de wraps. Ik zal zeggen, gaan jullie mee even kijken wat we allemaal nodig hebben. Dit is wat we allemaal nodig hebben. In ieder geval voor 4 kleine wraps. Of 2 grote. Dat kan natuurlijk ook. Dus 20 gram kokosmeel. Die heb ik trouwens bij het Reformhuis gehaald. Misschien de grote supermarkten die het hebben. Maar zal je even moeten kijken. 4 eiwitten. Die ga ik zo eventjes, terwijl ik aan het filmen ben, even delen. Bakpoeder. 5 eetlepels water. En natuurlijk een schaal. En de mixer, om het lekker door elkaar te schudden. Nou, dan gaan we even proberen de eitjes te scheiden. Want we hebben alleen het eiwit nodig. Dit heb ik via Ali gekocht. En iedereen weet wel wat Ali is, maar dit eigenlijk is het geen reclame. Maar via Ali... Dat is dus een makkelijke manier, zegt men, om eigeel van, of de eiwit van de dooier te scheiden. Ik zou zeggen, gaan we gewoon proberen. We zullen zien of het lukt. Zo. Hou ik alvast de eitjes eruit. Even kijken, ik zal jullie nog wat dichterbij halen. Als het lukt. Even zo. Huppakee, dan gaat de schillen al. Lekker. Kijk eens, dat is 1. Kijk, daar gaat het al heel mis. Zien jullie wat er gebeurt? En zelfs het eigeel gaat er doorheen. Wat een gestuntel. Maar dat komt omdat de eigeel kapot ging. Nou. Ga ik gewoon even het eigeel eruit vissen als dat lukt. Maar zoals jullie zien, het nieuwe jaar is weer begonnen en we gaan gelijk weer lekker stuntelen. Dus officieel heb je alleen maar eiwit nodig. Nou, dan maar op de andere manier. Ik heb het nog nooit gedaan op die manier. Dat dit vinden jullie niet? Maar het wordt één grote kliederboom. Maar je schijnt het ook nog in je hand te kunnen doen. Maar je ziet dat het eigeel loopt er gewoon weer langs. Het gaat zo lekker. Kliederboel. Zo. Even de handen wassen. Want ja. Helemaal onder. En het was zo leuk. Probeer zo. Voor het nieuwe jaar. Maar ja. Niet alles kan goed gaan, hè mensen. Vind je ook niet. Even doekie doekie doekie. Nou, dit is geen succes, vind ik. Of hadden jullie nog een andere tip voor mij betreft om dat makkelijker te doen? Zo, wat een kliederboel, hè. Nou, ik ga
Ik ga even proberen het eigeel eruit te vissen. Ben ik zo weer bij jullie terug. Nou, dan gaan we weer even verder. Nou, niet alle eigeel eruit kunnen halen, maar dat maakt niet uit. We gaan het er gewoon mee doen. Zo. Nou, 20 gram kokosmeel. Zo. Vijf lepels water. Kijk. Bakpoeder. Er staat een snufje, dus dan doen we ook maar een snufje. En het eiwit. En dit gaan we dan gewoon mixen tot een pannenkoekdeegje eigenlijk. Kijk, daar was ik al bang voor. Die zit niet helemaal lekker. En het filmen lukt ook niet helemaal. Maar we doen ons best. Zo. Aan jullie laten zien. Als het te zien is. Wacht. Ik pak jullie er gewoon even bij. Kijk, zo ziet het beslag eruit. Je moet in ieder geval zorgen dat er geen klontjes in zitten. En verder is, hoeft het niet helemaal opgeklopt te worden voor het eiwit. Maar het gaat erom dat het gewoon een soort pannenkoekdeegje wordt. Maar het ziet er toch aardig uit. Vinden jullie ook niet? Oh ja, ik was nog iets vergeten trouwens. Ik doe er een klein scheutje olie doorheen. Dat is om de wrap wat flexibeler te houden. Want wij houden niet zo van die stugge. Dus ik doe er een klein beetje olijfolie doorheen. En dan gaan we gewoon lekker bakken. Zo, dan rollen we het dopje even los. En dan laat ik het even aan jullie zien. Kijk. Klein beetje. En ik had mijn zo opgeruimd. Dus ik bak deze er even bij. Even lekker goed door elkaar zit. Zo. Nou, dan gaan we maar bakken. Zo, alles staat klaar. Ik ga het vuur aandoen om even de pan lekker warm te laten worden. En dan gaan we een beetje olie in de pan doen. Zo, dan gaan we de wraps, of de wraps, hoe je het ook uitspreekt, lekker bakken. Ik heb trouwens even gewoon een ijsschep uit Euro Disney. Die ik er toen gekocht heb. Maar ik had even niet iets kleins waar ik mee kon scheppen. En omdat ik ze niet te groot wil hebben. Want ik wil dus uit deze portie
Als het lukt, 4 wraps halen. Zo. Oh, als het lukt. Ah, er mag er wel meer bij. Zoals jullie zien, maak ik het ook voor de eerste keer. Dus ik ben ook een beetje aan het stunten. En zoals jullie zien, gaat het niet helemaal hoe het moet gaan. Maar we wachten af. En het leukste van recepten uitproberen is gewoon doen. Laten we zo zeggen. Nou, dan gaan we eventjes wachten tot het droog is. Hij lijkt niet echt op een wrap, ik weet het. En dat vind ik wel jammer. Want ik had het zo leuk gevonden om hem netjes zo te krijgen. Maar we wachten gewoon nog. Misschien nummer 2. Dan gaan we even wachten. Kijk. Nou, hebben jullie dat probleem met de eerste pannenkoeken altijd? Dat gevoel heb ik nu ook een beetje. Zoals jullie zien, wordt het helemaal niks. Eerste wrap. Mislukt misschien. Misschien had ik de pan wat warmer moeten laten worden. Ik weet het niet. Maar dit is niks. Dan laten we hem even goed warm worden. Een beetje olie. Actie 2. Nou, dat gaat goed, toch? Kijk. 1, 2. Er moet er toch wel eentje uitkomen, denken jullie toch ook niet? Even, want dat gaat nu al heel hard.
Nou. Ik denk dat het gewoon webs wordt te kopen. Maar ik heb nog beslag. We gaan het gewoon proberen. Olie. Ja. Op hoop van zegen. Ja, die zit lekker vast. Nou, hier moet hij nog. Dus we gaan weer wachten. Nou, in ieder geval één web. Nou, hier is dan maar één web uit de ene gekomen waar maar vier hoort uit te komen. Maar ja, wat het probleem betreft, het pannenkoeksyndroom noem ik dat. Maar ja, wat doen we eraan? In ieder geval één web, die ga ik van het weekend gebruiken. Als verrassing voor het nieuwe jaar ga ik namelijk nog een extra vlog dit weekend opnemen. Ik zou zeggen, hou Coke Island in de gaten. En bij deze ga ik deze vlog afsluiten. En ik zal zeggen, leuk dat je gekeken hebt naar Coke Island. Vind je het een hele leuke vlog? Duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Ik zal zeggen, tot de volgende keer. Doei!